superwerk. Geschilderd door Werner Tübke. Werner Tübke was zo'n beetje de sterschilder van de DDR. Het is een heel politiek werk. Het heet Arbeiderklasse und Intelligenz, arbeiders en wetenschap. En het verbeeldt de eenheid tussen de arbeiders en de universiteit en wetenschap. En zij waren in die periode het ingenieursbureau van het Oostblok, die DDR. En die Karl Marx Universiteit in Leipzig was de oudste universiteit van de DDR. Dat druipt hier vanaf. Het is zelfs een model. Hij heeft, zo werkte Tübke, hij heeft het in de begin jaren 70 geschilderd. En op de universiteit hangt een grote versie van deze. Die is wel 4-5 keer zo groot. En die hangt daar nog steeds. Het is groots en meeslepende schilderkunst dit.